Parthenon aan de Maas is geopend, hoewel het niet helemaal is afgebouwd. De organisatie noemt het een goede les voor over 2 jaar, als er nog veel grotere bamboetempel gebouwd gaat worden. Je moet ofwel zekerheid hebben dat je het afkrijgt, of je moet van tevoren heel duidelijk maken aan iedereen dat je niet helemaal zeker weet of het afkomt. En dan zijn de verwachtingen ook van tevoren goed gestemd. Het was vrijdag opnieuw tropisch heet. Veel inwoners van Hees zochten verkoeling in zwembad Het Kuipke. Horen jullie vandaag eigenlijk op school te zijn? Nee, wij hadden deze week proefwerkweek. Dat was onze laatste echte week. Dus we waren al om 10 uur uit. Fietsen in het centrum van Os moet ook in de toekomst mogelijk blijven. Maar dan wel onder duidelijke voorwaarden, zo vinden de partijen in de raad. En Lilian Marijnissen vindt het geen probleem dat ze als FNV-bestuurder en als SP-raadslid opkomt voor medewerkers in de zorg. Vanuit de raad waren vraagtekens gesteld bij haar dubbelrol. Dag, dit is het DTV-nieuws van vrijdag 3 juli. Wekenlang werd eraan gebouwd en donderdagavond was de officiële opening met een theatervoorstelling. De grote tempel van bamboe, het Parthenon aan de Maas. Het is onderdeel van Mater Mosa, een nieuw tweejaarlijks evenement langs de Maas. De organisatie heeft in ieder geval veel kunnen leren van de afgelopen weken. Jan-Willem Rodenburg van Mater Mosa kon vrijdag op het terrein bij de Maas nog flink aan het werk. En dat vanwege een flinke tegenvaller bij de opening van de tempel. De eerste voorstelling voor de pauze verliep nog prima. Maar toen gooide het weer roet in het eten. Nou ja, of het nou de Griekse weergoden waren, weet ik niet. Maar er waren in ieder geval weergoden in het spel. Want we hebben tot de pauze een prachtige voorstelling van het Toverbaltheater gehad. In de pauze is even heel goed gekeken naar de buienradar. En gedacht van, als we nu het publiek weer terugroepen, de tribune op. En we gaan nu verder met het Maastheater, met de Grieken. Dan zijn we precies voor het volgende onweer zijn we klaar. Dus dat hebben we gedaan en nog geen 10 minuten nadat de voorstelling na de pauze begonnen was, brak de hel los en hebben we moeten besluiten om de mensen in veiligheid te brengen. Ja. Dus we hebben de voorstelling afgebroken en de mensen geëvacueerd van het terrein. De bezoekers bij de opening misten dus een groot deel van het programma. Vrijdag was Rodenburg nog hard aan het werk om daarvoor een goede oplossing te vinden. Nou, we vinden wel dat de mensen die gisteravond maar de helft van het programma hebben meegemaakt, dat we die nog iets moeten bieden. Dus die gaan we de gelegenheid geven om ofwel vanavond naar Marij van der Boom te komen luisteren, de Meegense zangeres. Of morgenavond naar de film Le Gamin au Vélo, een prachtige film van de gebroeders Dardenne. En we zijn ook nog aan het kijken of we met het Maastheater nog een moment kunnen vinden waarop ze terugkomen. Of dat gaat lukken, dat is nog zeer de vraag. Het is allemaal heel korte termijn. De afgelopen week is er onder leiding van kunstenaar Antoon Versteegde samen met vrijwilligers en medewerkers van bedrijven hard gewerkt om de tempel te bouwen. Dat is uiteindelijk niet helemaal gelukt. Nou, het is een community art project. En community art, dat betekent dat de kunstenaar iets bedenkt en ontwerpt. En daar de materialen voor laat komen en de begeleiders voor neerzet. En dat wij moeten zorgen dat er zoveel mogelijk mensen komen. En dat je dan gaat kijken hoe het proces verloopt. En of er genoeg mensen zijn en of ze genoeg zuilen bouwen in die tijd. Dat weet je van tevoren niet. Dus dat is een verrassingsproject. Dat is het altijd als je met community werkt. Nou, dit is de uitkomst van 2,5 week bouwen met 500-600 mensen. En als we de 1000 hadden gehad, dan was hij klaar geweest. En nou is hij niet helemaal klaar. Maar hij is enorm groot en enorm indrukwekkend. Ja. Over 2 jaar moet aan de Maas de Luxor-tempel gebouwd gaan worden. En die is nog vele malen groter. Dan zal er in ieder geval beter vooruit gepland moeten worden. Ja, en daarom ben ik zo blij dat we dit jaar een tussenstap hebben gedaan met Parthenon. Een project waar we een hele hoop lessen uit kunnen trekken, waar we van kunnen leren. En we moeten zeker dit najaar, als alle rust is wedergekeerd langs de Maas, maar eens even gaan kijken hoe we dat het beste kunnen aanpakken. En welke partners we daarvoor nodig hebben. En dan gaan we vervolgens er fors mee aan de slag. Dit weekend zijn er dus nog voorstellingen rond de tempel. Daarna blijft hij nog staan tot en met 13 september, voor hij weer wordt afgebroken. Verder nu met kort nieuws. Zometeen Lilian Marijnissen over haar dubbelrol bij de FNV en de SP. En eerst goed nieuws voor fietsers in het Osse centrum. Fietsen in het centrum van Os moet in de toekomst mogelijk blijven, maar dan wel onder duidelijke voorwaarden. Dat vindt een meerderheid van de partijen in de Osse gemeenteraad. In een commissievergadering werd donderdagavond het pilotproject besproken dat afgelopen jaar werd gehouden. Fietsers mogen in het centrum blijven komen, maar dan moeten er wel duidelijke afspraken gemaakt worden over veiligheid, waar je precies mag fietsen en over handhaving bij overtredingen. Zo vonden de meeste partijen. SP, PvdA en Beter Os zijn geen voorstander van fietsers in het centrum.
Volgens die partijen brengt het niet meer bezoekers naar het centrum en ontstaan er gevaarlijke situaties voor voetgangers. Het college van BNW neemt later een definitieve beslissing. SP-raadslid Lilian Marijnis heeft zelf geen enkel probleem met de dubbelrol die ze zou spelen in het debat over de huishoudelijke hulp. Marijnis is ook bestuurder bij de FNV en behartigt daar de belangen van de werknemers in de zorg. Alfons Prinsen van VDG vroeg zich deze week in de krant af of er geen sprake was van belangenverstrengeling en of Marijnis in haar werk als raadslid nog wel objectief kon blijven. Ook CDA en VVD lieten donderdagavond in een commissievergadering weten hier hun vraagtekens over te hebben. Marijnis antwoordde dat ze inderdaad bij de FNV en bij de SP opkomt voor de belangen van de werknemers en dat ze daar geen enkel probleem in ziet. Volgens haar hoeft haar integriteit niet in twijfel te worden getrokken. Ook vrijdag was het weer een tropische dag. In de regio was het meer dan 30 graden. Veel mensen zochten daarom verkoeling. De inwoners van Hees hoefden daarvoor niet ver weg. Ze konden namelijk terecht in zwembad Het Kuipke. Horen jullie vandaag eigenlijk niet op school te zijn? Nee, wij hadden deze week proefwerkweek. Dat was onze laatste echte week. Dus we waren al om 10 uur uit. En dus nu lekker genieten hier bij het zwembad? Ja, lekker weer. Ik was niet naar school geweest, want ik was afgemeld. Had jij je afgemeld omdat het zo'n warm weer is? Nee, eigenlijk moest ik ergens naartoe, maar dat was ook weer afgemeld. En toen mocht ik naar het Kuipje. Het Kuipke, dat vorig jaar nog flink werd opgeknapt, is deze week een populaire plek. Het bezoekersaantal ligt dan ook een stuk hoger dan normaal. Allemaal komen ze afkoelen. Niet alleen de kleintjes, ook de grote mensen komen alleen, zeg maar, zonder kinderen. En is het dan ook zo dat jullie nu vaker geopend zijn deze week? Jazeker. We hebben de ochtendzwemmen al gedaan, van 10 tot 12 eigenlijk voor de kleintjes al. En daar hebben we ook weer voor gekozen om toch tussen 12 en 1 ook maar weer open te gaan. En de avonden zijn we langer open gebleven. En dus ook vandaag. Heb je af en toe niet zoiets van, ik plons er zelf ook even lekker in? Ik heb het straks al tegen kinderen gezegd, sta ik aan de zijlijn, duw me er alsjeblieft in. Ik zie dat jullie hier allemaal lekker aan het snoepen zijn, maar horen jullie niet gewoon in het zwembad te liggen? Nee. Jullie snoepen liever dan dat jullie gaan zwemmen? Ja. Wat zijn jullie hier precies aan het doen? We zijn een hut aan het bouwen. Een hut aan het bouwen? Ja. En is het niet veel te warm met dat weer om een hut te bouwen? Nee. Want hier zit je lekker een beetje in de schaduw? Ja. En hoe vaak komen jullie nou hier per week? Elke dag als het super, super mooi weer wordt. Een week gemiddeld met DWR 3-2 keer. Ik heb een abonnement hier. Dit is de eerste keer dat ik hier ben, want ik woon in Os. Maar ik vind het hier wel heel leuk. En wat is er zo leuk aan dan? Nou, ik vind de gasveld wel fijn. En het water is gewoon lekker. Je kan je lekker rondspelen en al. Dan kan je lekker zwemmen en spelen. Omdat die zo'n leuke glijbaan is. De glijbaan. Ik het winkeltje. Dat je lekker snoepjes kan eten. Ja. Voor de mensen die nu nog geen vakantie hebben, het Kuipke is nog geopend tot half september. Dit was het nieuws van 3 juli. Dit weekend kunt u onder meer kijken naar een nieuwe zomertafel en naar Focus. Bedankt voor het kijken, graag tot de volgende keer.